U heeft waarschijnlijk al een stemkaart in de brievenbus gekregen. En het zal u dus ook niet ontgaan zijn dat er op 18 november gestemd kan worden wie er in de gemeenteraad komt van de nieuwe gemeente Oldambt. Maar wat vindt u daar eigenlijk van? De stelling luidt: stemmen op 18 november voor de nieuwe gemeenteraad heeft zin. Natuurlijk heeft dat zin. Dat denk ik zo wel. Anders hoeft het er ook niet aan bij hen. Ja. Ja. Dat is wel moeilijk, hè? Om aan te stemmen. Want? Nou, als ik dat al zo weet. Vind ik mooi leden, nog 5 maanden. Dus dat mensen dan naar gauw vuur met 3 ton. En zo in een van de week, of vorige week stond in de krant. Ik kwam er 3 miljoen tekort. En waar komt dat door? Dat scheme dat erbij gekomen is. Ja, dat denk ik wel. Dat wel zin heeft. Want? Nieuwe gemeenteraad is nooit weg. Een beetje verfrissing er weer in. Ik vind dat niet verkeerd. Dat er af en toe eens een keer nieuwe hoofden in komen. Nieuwe ideeën. Nou, dat zeggen wij niet. Ik vind ja, blauwe stad. Dat vind ik alle schietballen met mijn kool. Er is een herdenpunt en er komt niks vooruit. Dus, dat vind ik ervan. Ja. En het stemmen zin, volgens jou? Ja, zeker. Ja, de rest zijn. De rest zijn. Natuurlijk maar we stemmen. Dat is sowieso. Jammer. Ik denk wel dat het zin heeft op zich. Het is toch wel belangrijk wat er met Noordoost-Groningen gaat gebeuren. En zo heeft de mens toch nog enige invloed op wat er verder gaat gebeuren met de gemeente. De stelling is, het heeft zin om met de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen in 18 november om dan te gaan stemmen. Nee, ik ga niet stemmen. Want? Ja, waar moet je stemmen? 3 gemeenten? Ja, Geert Wilders doet niet mee. Dus, komt er ook in beeld? Of, ja, nou, ja, nee, maakt me niet uit hoor. Maar, nee, ik weet het niet. Ik ga in ieder geval niet stemmen. Ja, waarom niet? Ik dacht van wel, ja, dat wel zin heeft. Van de vorige keer zijn we ook al uit een deel van de gemeente Scheen, maar daar kom ik ook weg. Ja. Dus niks van gemerkt, alles liep goed. Nou, ik zou het anders niet weten. Waarom niet? Oh god, luivert. Ik kan me nog niet door. Ik ben nou op dat drultje gemaakt en dan wil ik er nee aan denken. Nee, laat het maar dan, dat is echt zo hoor. Dan wil ik mijn kop naar neer breken, maar ik moet even over nadenken. Nou nooit. Oké. Nee. Nooit. Geen enkel zin. Waarom niet? Als je vandaag het nieuwsblad nog gaat lezen, dan kun je kijken wat er gebeurt. Ja? Er is een ene die wordt op matje geroepen omdat hij u de achterkomen klapt heeft. Nee, dat ging over de blauwe stad. Ja? Ik weet niet of je het gelezen hebt. Ja? Nou, en wat was het? Hij zegt, dat moet nooit in achterkomen bekonkeld worden. De mensen hebben recht op. Om te weten hoe het schuit. Ja? Nou, en daarom heeft er geen zin. Ze willen alles achter vertellen. En jammer, de pet wordt niet gewoon. En dat is het. Nou, nooit stemmen gewoon. Ze doen toch zo als ze willen.